kracht, die was de sleutel vergeten. Dus om 11:04 vroeg ik van, hoe laat begint dat? Ja, voor 10 minuten, maar... Zo, ik ben even ruim 1,5 uur bezig geweest met editen, maar dat maakt niet uit. Ik heb hier eentje die loopt daar. Hi, kom eens hier dan. Een hele goede morgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 10 november 2021 en het is nu 9:50 in de ochtend. Yay! Ik ben dus nu aan het lopen met de 3 dames en voor de rest wensen wij jullie weer heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Volgens mij zijn ze bomen aan het weghalen zo. Ik weet niet, maar... Dat lijkt het aardig op, moet ik zeggen. Die man daarachter, die kijkt een beetje boos, zeg maar. Is ook grappig, is handig. Ik denk dat ze een boom weg hebben gehaald. Ja, zieke boom. Maar dan heb je wel weer wat meer zicht, zeg maar. Ja, dit zag je anders nooit. Nee. Hé, hey. Is handig. Ja. Ja, ik ga nou lekker lopen met hondjes. Maar dat is echt lachen, mag wel hoor. Wie gaat er mee? Kom maar. Alle 3 blaadjes eten. Dat is handig. Blaadjes eten. Zo. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, ben ik inderdaad lekker aan het lopen met de honden. Maar zometeen om 11 uur heb ik mijn theorie. Ja, online. Via A-klasse. Waar ik het gisteren ook al over had. En om 12 uur heb ik mijn rijles. Bij A-klasse. Dus een beetje kort op elkaar. Maar mijn leerkracht weet er ook al van dat ik niet zo lang kan blijven. Nou, dus we gaan het meemaken. En ik weet niet of ik kan filmen voor mezelf of wat dan ook. Want ik weet totaal niet hoe het gaat. Maar dat zien we dan wel weer. Maar nu ga ik even lekker mijn rondje afmaken met de honden. En dan zien jullie mij zo meteen weer. De leerkracht, die was de sleutel vergeten. Dus om 11:04 vroeg ik van, hoe laat begint het? Ja, voor 10 minuten. Maar, zijn collega die kwam er nog aan. Maar dat wordt nog wat later. Maar, mijn eerste les gaat zaterdag van start. Dus ik moet mijn tablet meenemen. Yeah, joepie. Maar ik wacht dus nu op mijn rijinstructeur. Dus ja. En die zou rond 11:50 aanwezig zijn. Het is nu 11:05. Dus ja. Dus ik sta, ben een beetje klaar. Ik heb weer een beetje video geëdit. Eentje is klaar. Die moet ik nog naar YouTube brengen. En eentje, daar ben ik mee bezig. Dat is voor de Waalse. Van de school. Hi kerel, hi. Hi kerel. Nee, kom nou niet aan dat ding. Nee. Kom, Spido, kom op. Niet daaraan komen. Dat weet je onder andere wel. Dat wil ik niet hebben. Ik vind jou heel lief. Maar dat gaan we niet doen. Nee, dus... nee, ik wacht dus nu even op mijn rijinstructeur. Met zijn mooie auto. Dus... ja, ik weet niet of ik eerst achterin moet zitten. Ja, dat nou, ik weet het niet. En de vlag hangt ook uit bij mij. En wat op. Maar ja, maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon weer gezellig door. Maar ja, komt hopelijk wel allemaal goed. Zo, ik ben even ruim 1,5 uur bezig geweest met editen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hier eentje die loopt daar. Hi. Kom eens hier dan. 1, 2. Hey, kereltje. Huh? Dat is mijn bureaustoel, schat. Hey. Ja, dat is mijn bureaustoel. Nou, daar loopt er ook weer een. Daar ligt er één. Hi. En hier heb ik er 2. Hi. Ja. Ja. Echt wel.
En jij denkt of zo en dat ik niet slim ben. Nou, denk het wel, dame. Hè? Ja, ik ben slim, hè. Dan heb ik er nog hier eentje liggen, lekker op de bank. Hè, lady? En ik heb het nog daar eentje liggen op de bank. Hè, lovely, yeah. Precies. En ik heb het koud. Ja, yeah, al de hele dag. Ik krijg het niet warm. Maar ja, hè, wat ik al eerder vanmiddag zei. Als een vrouw namelijk de rode vlag uithangt, dus ongesteldheid, ja. Dan is je lichaam gewoon een beetje in de war. Ja, je hormoon is aan het klooien, zeg maar. Dus ja, ik ben ook gewoon moe. Maar ik moet zo Ro even wakker bellen straks. Ik zal even mijn kerstlampjes aan doen. Kijk, mooi verlicht. Kijk, trappetje. Ik moet deze nog afmaken, maar dat doe ik waarschijnlijk zondag of maandag maar weer even. Even nu geen zin, Nee, ik heb daar nu even lekker geen zin in. Nee, hè, zo. Ja, nee. Maar oké, het eten is al wel klaar. Ik ga dat zo even aan jullie laten zien. Ik heb een goed recept gekregen vorig weekend van iemand. Dus dat heb ik gemaakt. Dus ik hoop ook dat Ro die lekker gaat vinden. Want dat weet ik niet zeker. Nee. Maar maakt helemaal niet uit. Nee. Kijkt die mama van, wat doe jij nou raar? Ja, ik doe vandaag even heel raar. Ja, vind ik leuk. Ik heb het gewoon koud, dus dan moet je een beetje in beweging blijven. Ja, nou, dat doe ik dus bij deze. Maar ik ga even het eten laten zien. En dan moet ik zo meteen rond een uurtje of 8 Ro wakker bellen. En het is nu nog... Nou ja, het is nu. Nou, dat kan je zelf zien. Kijk, het is nu nog 20 voor 8. Dus ja, nou, dan moet ik nog even 20 minuten geduld hebben. Maar ik ga jullie het eten laten zien. Let nog niet op en op deze pleurisbende. Ja, op en op deze bende hier. Want dat is een pannenkoekplantje. Die wil ik eigenlijk in een paar keer delen. Zodat ik hem ook weer even aan iemand anders kan geven. Dus daarom heb ik ook potgrond. Maar Ro die zei van doe het eventjes in heel veel water. Want dan laat het los. Heeft het nog niet gedaan. Dit is alwas. Dat is nog van dat plant wat wel los heeft gelaten. Dit is alwas. Nou ja, dit. Hè, ja. Nou, het ziet er wel lekker uit. Oeh, lekker, lekker, lekker. Dit is gewoon kip. Met iets lekkers. Ja. En dit is nog sap van de kip. En dit is voor Ro. Ja. Moet ik nog even knoflook erbij doen. Ja, helemaal top. Helemaal lekker, hoop ik dan toch. Hey, mag ik zo meteen van jou een knuffel bietsen? Mag ik dat van jou doen? Dan ga ik eerst even op de bank zitten en dan ga ik een knuffel voor jou bietsen. Ja. Knuffel voor jou. Lekker warm. Kom net. Hey, de twee zusjes bij me. Oh ja. Mijn tiet hoeft er nog niet uit hoor. Nee. Kom dan. Lo, Jitty, kom. Kom. Kom hier, kom, liggen. Ja. Kom dan. Kom. Niet? Niet. Oh, ben je lekker warm? Ben je lekker warm? Oh? Ben je lekker warm? Draakje komt ook even buurten. Dat waren je nagels in mijn broek, dankjewel. Gekkie. Oeh, lekker. Een kroele, hè, mevrouwtje. Is je lekker? Draak, dat doet zeer. Ga maar liggen, ga maar liggen. Doe maar. Ga maar liggen. Dat doet zeer met je nagels. Nou, kom dan. Kom hier. Kom. Hey. Jo. Ja, je bent lief. Je bent lief. Kom eens hier.
Jut, kom eens hier. Jij je schop. Kom eens hier. Kom. Is niks aan de hand. Kom. Goed zo. Dat was je dikke staart. En tegen de voerbok aan. Ja. En die ik te veel heb. Maar dat geeft niet. Maakt niet uit. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Zo, mama gaat er weer vanaf. Ik ben nog bijna 2,5 minuten. Ja, nu. En dat gaat nu 1-3 minuten toe. Mag ik niet meer weg hier of zo? Mag dat niet meer? Mag ik niet meer opstaan? Alleen ik mis Lady nog en die ligt daar en die wil geen knuffel waarschijnlijk. Zo, dames. Dankjewel. Zo, Rosa, even lekker met de hondjes. Ik heb even net even gehuild. Ik zit er gewoon even doorheen. Omdat ik, wat ik al eerder zei, ik ben gewoon ongesteld. En ja, dan ben je gewoon even prikkelbaar, chagrijnig, weinig kunnen hebben. Dus ja, dan hoort huilen er ook even bij. Ik ben moe. Ga zo meteen ook wel lekker naar bed. Ik kan Ro ook weer lekker zo meteen lekker naar huis. Dus het is nu 11:30 geweest. Ik ga waarschijnlijk nog een vlogje even editen. Geen idee, denk het wel. En anders morgen. Dus ja, ik ga het wel zien. Ja, ik weet niet. Nope. Maar dat komt wel goed. Jawel. Alles komt goed. Alleen mijn lichaam is gewoon eventjes door de war geschopt. Ja, domme hormonen. Jee, joppie. Vind ik dat leuk? Nee. Maar het hoort erbij. Ja. Dus vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat dan een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.